Marikete. Nee. Ik ben hier niet. Ons Wanze, ik ga weg. Ik heb een bespreking. Ik ben in het theater. Sonneveld. Nee, papa. Je kan mij toch niet alleen met die... Oh, shit. Feest? Ja joh, Joop zei dat hij een feest gaf. Joop, die producer, weet je wel. Is onder al en Henny. En waar is Joop? Je kent Joop toch wel? Nou, ik leer hem met een minuut beter kennen, ja. Nou, dat zijn we goed. We zijn de eerste. Ja. Waar is Joop? Joop die moest naar het theater. Die had een belangrijke bespreking met Wim Sonneveld. En hij is in de slaapkamer. Wat doet u met die champagne? Niet doen. Hier helemaal geen feest, helemaal geen feest. Er komt niemand en hij is ook helemaal geen echte producer. Nou, daar staan we toch, kind. Ik begrijp dat niet. Nee, maar we moeten naar de muziek af. De buren komen. Nee, de buren als je niet. Dit is Katharina, mijn vrouw. Mag ik u even voorstellen? Dit is... wacht nou even. Sleutel maar. Ik kan het allemaal uitleggen, hoor. Nee, zo. Jij is heel gek, joh. Dat kan mij toch niet schelen dat jij getrouwd bent. Nee, jou niet, maar mevrouw wel. Wie zijn die meisjes? Wat ben jij aan het doen? Ik heb het niet gedaan. Het is niet mijn vader. Blijf nu van mijn lijf. Het is vader. Hij is in de slaapkamer, heeft dit allemaal besteld, uitgenodigd. Kom eruit, alsjeblieft. Hier is hij. Hij legt het aan. Oude man, niet even rustig slapen, wat een herrie allemaal. Wat? Wie zijn die meisjes? Kom maar niet bij je spelen. Oh, wat een gemeene bloedhond ben je. Hij liet. Hallo Joop, kijk eens, poepel. Wat Joop? Joop. Ja. Dat nog. Joop. Ha, je leeft maar één keer. We gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. We gaan nog niet naar huis. Mijn moeder is niet thuis. Ik heb het gezegd. Gaat naar Harderwijk. Dat zit er niet meer in, jongen. Nee? Nee. Ik heb net een telefoontje gehad. Huis in Harderwijk is verkocht. Fijn, hè?